Hola, Ericos. Ericos. Hallo mensen. Ik sta nu in een van de straten in Tijuana. Zoals je kan zien, denk ik aan de achterkant. Mooi zicht en aan die kant. Ik ben nog steeds in Tijuana. We zijn nu even naar de Oxxo gegaan daar zo. Het is een soort van klein winkeltje, net zoals bij de tankstations. Dit is een van de wegen hier in Tijuana. Tijuana. Lange wegen. David. Hola. We zijn even wat kleingeld aan het wisselen voor de Ecuadorianen. Er zijn twee gasten uit Ecuador zijn hier ook. En die gaan vanavond gaan ze weg. Dus je moet even wat kleingeld inwisselen. Dus vandaar. Het is nu al bijna 5 uur. We moeten nog steeds eten. Het is een stuk kouder vandaag dan het eerst was. Don't say that. They're gonna say you're starving to death. We gaan nu bij een Spaans restaurant gaan we eten. I don't understand a damn word. Hij spreekt geen Nederlands. We gaan nu hier in dit restaurantje eten. It's really good. And we have some. We also have some queso fundido, which is like fondue. Which is like. Dit zijn pas de voorgerechtjes. Hola. Hola. En las playas. Dit is Plaza del Rio in Tijuana. Daar ben ik vorig jaar heel vaak geweest. Het is heel leuk, klein. Winkel, nou ja, laat ik zeggen winkeldorpje. Daar ben ik vorig jaar heel veel geweest. En ook twee bioscopen staan er ook. En VIP bioscoop met een heleboel hele grote zits met een heel groot gangpad en een voetenbankje en zo. En gewoon een normale bioscoop. Het is wel heel leuk hier. Dit is de eerste bioscoop hier zo. Van naar boven met een roltrap. Dit is een klein winkelstraatje. Hier heb ik vorig jaar mijn allereerste Starbucks gedronken. Het pleintje vol met entertainment. En hier is de VIP bioscoop. Met de heerlijke zitjes. En deze twee gasten daarachter. Roadpack. Die gaan terug naar Ecuador. Dus die gaan we even afzetten op het vliegveld. Bye, Erik. En we zijn. Say bye. Bye. Hier zullen we over 2 dagen ook naar Cancún vliegen. En, deze gasten gaan nou richting Ecuador. En we zijn weer thuis. We zijn thuis. En vandaag niet zo heel veel gedaan. Eigenlijk alleen maar uit eten geweest en eventjes naar het stadje geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. We gaan het nu gewoon lekker rustig aan doen. We zitten hier gewoon lekker. Ik ga mijn video editen en we gaan op tijd naar bed. En eigenlijk niet zo heel veel te vertellen meer vandaag. Dus ik zeg gewoon, ik zie jullie morgen weer. Ciao, ciao. Nee. Dus ik ben natuurlijk in Mexico. Adios.